Bart van den Berg van het Groningse Diagnoptics heeft een slim apparaatje waarmee elke huisarts in 12 seconden op diabetes kan diagnosticeren. Dat scheelt peperduur en uitgebreid laboratoriumonderzoek. Revolutionair, maar het is nog geen garantie op succes. In de medische wereld kan het namelijk wel 10 jaar duren voordat je een voet tussen de deur krijgt en dan nog schuilt gevaar om elke hoek. Bart van den Berg over gewichtige keuzes maken. Over jezelf vercommercialiseren omdat het moet. En ja, over heel veel geduld hebben bij het ondernemen. En jij en ik spreken met Marco de Jong. Hij werkte 10 jaar voor het grote Essent Kabelcom. En was de eerste in Nederland die gratis internet introduceerde. Hij wilde met een sabbatical, maar gaf toen 10 jaar leiding aan de Factor I. Het webbureau uit Groningen met grote landelijke klanten. Nu wil hij 10 jaar volmaken als investeerder. En met zijn GeForce is hij op jacht naar de beste ideeën, ondernemingen en start-ups in Groningen. Met hem maken we in de 5e Founder Talks de balans op. Hoe kunnen we verbeteren? Welke fouten mogen we als Groningse ondernemers absoluut niet meer maken? En wat zijn de volgende stappen die we moeten nemen? De 5e Founder Talks op dinsdag 22 mei, inloop 19:30 in het Groningen Forum. Met business, een band en natuurlijk een borrel achteraf. Tot dan!